Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Kajoe had geen zin om te hinkelen met mama en Rosie. Hij zat te wachten tot zijn vriendin Sarah weer thuis kwam. Ja, Sarah is er weer. Nu kunnen we spelen. Kajoe, wil je mijn nieuwe hond zien? Sarah heeft een hond. Mag ik gaan kijken? Natuurlijk. Hondje. Ja, dit is het nieuwste lid van ons gezin. Hij heet Murphy. Lief is hij, hè? Hoi, Murphy. Hondje lief. Ja, Rosie, het hondje is heel erg lief. Gefeliciteerd. Dank je. Het is heerlijk om weer een huisdier te hebben. Oeh! En ik geloof dat Murphy zijn nieuwe huis wil bekijken. Ik ga snel met hem naar binnen. Dag Murphy, welkom in de buurt. Heb je zin om te komen spelen? Nee, dank je. Ik wil Murphy mijn kamer laten zien. Kajoe was een beetje verbaasd dat Sarah niet met hem wilde spelen. Hij wachtte al de hele ochtend op haar. Maar misschien kunnen we straks wel samen spelen, oké? Oké. Dus, wie heeft er zin om vandaag naar het park te gaan? Zullen we Sarah vragen? Tuurlijk. Dat lijkt me een prima idee. Oh, hoi Kajoe. Hoi Sarah. Heb je zin om mee te gaan naar het park? Dan doen we alsof het klimrek een zeilboot is, net als de vorige keer. Nee, dank je. En hij was weer verbaasd. Hij kon niet geloven dat Sarah niet met hem mee wilde naar het park. Waarom niet? Ik ga Murphy zo wassen. Je kan me wel helpen, als je vader dat goed vindt. Kajoe wist zo net nog niet of hij Murphy wel wilde wassen. Hij keek er al de hele dag naar uit om naar het park te gaan. Nou, oké. Dat klinkt ook leuk. Blijf staan, Murphy. Murphy! Is dit niet leuk, Kajoe? Een hond wassen is te gek. Ja, te gek. Wat ruik ik toch? Geen idee. Natte hond, denk ik. En hoe gaat het honden wassen? Nat en stinkend. Ik geloof dat jullie ook wel even in bad mogen. Kajoe, jij hebt bezoek. Hoi Kajoe, heb je zin om te wandelen met mij en mijn moeder? Tuurlijk. Kajoe is dol op wandelen met Sarah en haar moeder. Oh, en Murphy gaat natuurlijk ook mee. Zullen we samen stoeptegels springen, Sarah? Nee, dank je. Ik zie wat jij niet ziet. Oh, misschien later. Zit, Murphy, zit. Sarah, mag ik hem even vasthouden? Nou, oké. Maar hij trekt soms wel. Dat is geen probleem.
alles oké? Niks aan de hand. Oh, nou, gelukkig maar. Het spijt me heel erg. Ik weet niet wat Murphy bezielde. Ik geloof dat we hem nog een beetje moeten trainen. Kijk, zo, Caillou. En hoe heet dat dan? Deze yoga-positie noemen ze neerwaartse hond. Hond? Dus daarom vind ik dit stom. Oh, dat is vast Sarah. Komt Sarah op bezoek? Ja, heb ik dat niet verteld? We gaan vanavond op Murphy passen, terwijl Sarah en haar ouders op stap gaan. Caillou was niet zo blij met Murphy. Hij wou dat hij wegging, zodat hij en Sarah weer konden spelen als vroeger. Caillou, gaat alles wel goed daar? Niet met Murphy in de buurt. Sarah wil gewoon nooit meer met me spelen. Ze is alleen nog maar bezig met Murphy. Oh, ik snap het. Maar waarom denk je dat Sarah zoveel tijd met haar hond doorbrengt? Ik weet het niet. Misschien omdat ze hem leuker vindt dan mij. Oh, Sarah vindt je vast nog steeds leuk. Maar Murphy is nog niet zo lang in hun gezin en dat is heel erg spannend voor haar. Weet je nog toen Rosie geboren werd? Ook al was Rosie nog maar een baby, je wilde niks liever dan met je kleine zusje spelen. Ja, maar Murphy is veel kwijleriger en hariger dan Rosie. Ja, dat is waar. Maar met Murphy kan je vast net zoveel lol hebben. Goed zo, Murphy. Hoi, Caillou. Volgens mij hebben jullie het wel naar je zin. Murphy is te gek. Ik heb met hem gespeeld en hem uitgelaten. En ik leer hem om naast me te blijven lopen. Echt waar? Wat goed. Ik snap nu wel waarom je altijd bij hem wil zijn. Nou, ik wil niet alleen maar bij Murphy zijn. Ik wil ook met jou spelen. Kom je morgen anders langs? Ja, dan gaan we overgooien. Dan kan Murphy ook meedoen. Dat vind ik een super idee. Wat jij, Murphy? En zo leerde Caillou dat hij vrienden kan zijn met Sarah en Murphy. Het spinnenprobleem. Ik weet het. Maar als je het moddermonster al grappig vindt, dan heb ik nog iets veel gavers. Dit is mijn favoriete. Caillou had dolle pret om Daniels stripboekencollectie. Totdat... Moet je kijken. De mutante spin uit de kosmische ruimte. Het gaat over een echte spin die een mutante spin uit de kosmische ruimte wordt... nadat hij wordt geraakt door ruimtebliksem. Caillou wist niet zeker of hij een verhaal wilde horen over een gemuteerde spin uit de ruimte. Daniel, heb je ook andere stripboeken? En toen landde er een ruimtemeteoor op hem. Maar ik denk niet dat... En dan dat... wordt hij nog eens geraakt door de ruimtebliksem. Hij heeft zo'n mazzel. Hier, je mag hem wel even lenen. Dat is aardig, maar... Caillou, Daniel, ik ben er weer. Tot later, maatje. Ik moet naar huis. En? Hebben jullie een leuke dag gehad? Caillou probeerde zichzelf te overtuigen dat het maar een klein spinnetje was. Maar hij dacht terug aan het stripboek van Daniel. Waar kwam dat nou vandaan? Ik weet het niet. Ik ga wel even kijken. Gaat het weer een beetje, lieverd? Nou, nu alles weer goed is, kan je lekker spelen met je speelgoed. Oké, mama.
dacht dat die mutante spin uit de kosmische ruimte in zijn speelgoedkist zat. Totdat hij goed keek. Oh, oké, jij bent het maar. Oh. Aha. Ik heb de handdoeken gevonden, mama. Caillou was bang dat er een spin verstopt zat in de bank. Ah, een spin! Gilbert, maak me niet zo bang! Caillou! Kijk eens! Doe je regelaars aan, Caillou, dan kan je meedoen! Caillou wilde wel, maar hij was bang dat er een spin in zijn laars zat. Of, nog erger, een mutante spin uit de kosmische ruimte. Sorry mama, ik moet toch, ontzettend tekenen. Ik heb inkt op mijn handen, papa. Oh, geen probleem. Dat wassen we er zo weer vanaf. Kom maar naar binnen en schrob je handen lekker schoon. Ik zie je zo weer. Ik ga even hardlopen. Ah. Wat is er aan de hand, Caillou? Ga je je handen niet wassen? Nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Er zit een spin in de wasbak. Het is maar een piepklein schattig spinnetje. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn? Hoe weet je dat het geen mutante spin uit de kosmische ruimte is? Een mutante spin uit de kosmische ruimte? Ja, net als in de strip van Daniel. Je weet toch dat stripboeken verzonnen verhalen zijn? Ze zijn niet echt. Papa, nee! Kom maar mee, klein spinnetje. Ik breng je wel naar buiten. Kom jij ook maar mee, Caillou? Nadat je je handen hebt gewassen. Ik wil je namelijk even iets laten zien. Er zitten heel vaak spinnen op de planten van mama. En die zijn totaal ongevaarlijk. En ook nog eens heel interessant. Kijk, zo ziet een tuinspin eruit. Eens kijken of we er eentje kunnen vinden. Aha, daar is er een. Oh, en kijk, een langpootspin. Een langpootspin? Waar? Kijk daar. Zo lang zijn ze poten niet. Niet zoals in het stripboek van Daniel. Nee, de meeste echte spinnen zijn heel klein. Jij bent veel groter dan zij. En wat weet je nog meer over spinnen? Nou, ze helpen de planten beschermen. Ze hebben 8 poten en ze maken fantastische webben. Wauw! Heeft een spin dat gemaakt? Best wel knap, op een enge, griezelige spinnenmanier. In het echt zijn ze eigenlijk helemaal niet zo eng, hè? Nee, dat valt wel mee. Ze lijken niet op de spin in Daniels stripboek. Bedoel je de mutante spin uit de kosmische ruimte? Je moet ook niet alles geloven wat je leest. Of alles wat je op tv ziet. Maar als je die strip nog hebt, zou ik het best leuk vinden om hem even te lezen. Echt waar? Tuurlijk. Ik ben dol op stripboeken. Zolang je maar weet dat ze niet echt zijn, kan je daar heel veel lol mee hebben. En toen kwam onze mutante spin met zijn 8 poten vast te zitten in een enorme lading ruimteprut. Hey, bel doorlezen. Caillou was niet meer bang voor spinnen. Zelfs niet voor ruimtespinnen. Caillou gaat rolschaatsen.
laat eens zien, Caillou. Caillou kon niet wachten om mama te laten zien wat er in de tas zat. Wauw, rolschaatsen. Dat is heel erg leuk, Caillou. En je krijgt er ook een goede conditie van. Ja, daarom heeft papa ze voor me gekocht. Ik heb zo'n zin om ze aan te trekken. Gilbert! Rolschaatsen is niet voor poesjes, Gilbert. Rosie, schaatsen? Nee, Rosie. Je moet wachten tot je net zo groot bent als ik om te leren rolschaatsen. Papa, mag ik nu gaan rolschaatsen? Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Oké, Caillou. We pakken je helm en beschermers en gaan naar het park. Het park? Maar ik dacht dat we gingen rolschaatsen. Dat gaan we ook. Er is namelijk een speciaal pad voor rolschaatsers en fietsers in het park. Echt waar? Ja! We zijn er. Wat vind je ervan, Caillou? Ik vind het te gek. Mag ik nu rolschaatsen? Zodra je je spullen aan hebt. Rolschaatsen, check. Kniebeschermers, check. Pols- en elleboogbeschermers en je helm, check, check en check. Waarom moet ik al deze spullen aan hebben? Voor de veiligheid, Caillou. Voor als je valt. Vallen? Echt niet. Rolschaatsen is makkelijk. Let maar op, pap. Au. Auwie. Heb je je bezeerd, Caillou? Nee hoor, pap. Maar ik wou dat die rolschaatsen wat minder wiebelden. Wow. Auw. Ik dacht dat rolschaatsen makkelijk zou zijn. Alle sporten moet je eerst leren, Caillou. Dit is best moeilijk. Het wordt vanzelf makkelijker, dat zul je zien. Terwijl Caillou op de grond zat, keek hij naar hoe de oudere kinderen het deden op hun rolschaatsen. Hij wist niet wat hij zag. Wauw. Ik wou dat ik zo kon rolschaatsen. Ooit kan jij ook zo goed rolschaatsen, Caillou. Je moet gewoon nog wat oefenen. Hij was niet overtuigd. Hij dacht dat hij het nooit zou leren, dat rolschaatsen. Caillou! Daniel, wat doe jij in het park? Hey, Caillou. Ik probeer mijn nieuwe skates uit. Ze zijn super gaaf, Daniel. Misschien krijg jij ook ooit wel zulke gave skates. Caillou wist het zo net nog niet. Hij kon nauwelijks schaatsen op de rolschaatsen die hij had. Wauw! Zeg, waarom kan jij dat zo goed, Daniel? Ik denk door te oefenen. In het begin kon ik er nog helemaal niks van. Echt waar? Ja, toen ik zo oud was als jij, toen dacht ik dat ik het nooit zou leren. Oh, man! Ja, ik gleed steeds onderuit. Maar ik bleef gewoon dooroefenen. En nu kan ik het al veel beter. Opeens voelde Caillou zich stukken beter. Als Daniel kon leren rolschaatsen, dan kon hij het misschien ook. Hij schiet en hij scoort! Hey, ik kan je best een beetje op weg helpen, hoor. Zou je dat willen? Ja, graag! Oké, als je je armen uitstrekt, kijk zo, dan blijf je veel beter in balans. Hé, ik wiebel niet meer zo. En nu moet je afzetten met één voet, zo dus. En dan met de andere voet. Duw en glij. Duw en glij. Heel goed, Caillou. Lekker bezig, hoor. Maar ik wiebel nog wel op mijn benen. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Je kijkt omlaag naar je voeten terwijl je rolschaatst.
Mijn voeten? Ja, precies. Als je vooruit kijkt naar iets anders in plaats van je voeten, hou je beter je balans. Maar hoe zorg ik dan dat ik niet meer naar mijn voeten kijk? Ik heb een idee. Let goed op mij. We gaan roltikkertje spelen. Roltikkertje? Caillou was gek op tikkertje. Maar hij was bang dat hij niet snel genoeg kon rolschaatsen om Daniël af te tikken. Hé, hey, rustig maar. Ik zal niet te snel gaan. Kom mee! Goed zo. Pak me dan. Tik me dan als je kan. Ja, je kunt het wel. Kom op. Bijna. Dit is leuk. Tikkie. Oh. Heb je dat gezien, papa? Ik rolschaatste. Supergoed, Caillou. Ik wist wel dat je het kon. Ja, je gaat lekker, maatje. Ja, lekker, maatje. En ik blijf oefenen, zodat ik nog beter word. Ja, en als ik mijn skates niet meer pas, dan mag jij ze hebben. Echt waar? Wauw, dank je, Daniël. En weet je wat? Jij bent het! Caillou leerde dat oefenen erg leuk kan zijn. Zeker als je het met een vriendje doet. Zeg eens, sla. Het was een prachtige zomerdag. En Caillou en Rosie waren met oma in haar groentetuin. Wat is dit voor een plant, oma? Dat zijn oma's wereldberoemde groene bonen. Dat is ook gek. Bonen zijn toch niet beroemd? Oh, nee? Ik dacht dat de mijnen dat wel waren. Caillou, kijk! Wauw, Rosie! Je hebt kleine tomaatjes gevonden. Rosie, nee! Je mag de tomaatjes niet plukken. Ze zijn nog te klein. Caillou dacht dat de tomaten nog niet rijp genoeg waren om geplukt te worden. Dat geeft niet, Rosie. Je mag ze wel plukken. Caillou, dit zijn cherrytomaatjes. Die horen klein te zijn. Oh. Oeps. En wat is dit dan, oma? Dat is mijn sla. Tenminste, dat zou mijn sla moeten zijn. Maar ik geloof dat er iets aan de blaadjes heeft geknabbeld. Nou ja. Kom maar mee naar binnen, jongens. Ik heb een verrassing voor jullie. Caillou was dol op verrassingen. Hij vroeg zich af wat het zou kunnen zijn. Bellenblaas! Dank u, oma. Dank u. Ik hoop dat jullie er lol mee hebben. Ik wil wel foto's maken van jullie terwijl jullie bellen blazen. Kijk zo, Rosie. Je moet blazen. Lach eens naar het vogeltje. Caillou vond het leuk om op de foto te gaan. En vooral om daarna de foto te bekijken. Mag ik hem zien, oma? Natuurlijk. Wat is dat, oma? Oma, dat is een konijn. Dus dat is de doerak die mijn sla opat. Mag ik een foto van het konijntje maken? Ah, ik wil hem aan mama laten zien als ze ons ophaalt. Nou, je mag het proberen. Konijnen zijn meestal een beetje cameraschuw. Maar met een beetje volharding kan je misschien wel een foto maken. Wat is volharderding? Nee, volharding. Dat betekent niet opgeven, zelfs niet als iets moeilijk is. Caillou dacht dat hij wel volhardend was. Oké. Alsjeblieft, Caillou. Ik beloof dat ik er voorzichtig mee ben, oma. Rosie, ook konijntje kijken? Sst, Rosie, straks jaag je hem weg. Konijntje, kom dan. Rosie, sst. Konijntjes houden niet van herrie, Rosie.
Dus als jij en Caillou willen dat hij uit zijn hol komt, moet je heel zachtjes doen. Zachtjes, zachtjes. Rosie, wat doe je nou weer? Rosie doet zachtjes. Oh. Caillou was zijn konijnenzusje een beetje beu. Hij wist dat het konijn er niet uitkwam als zijn zusje in het rond sprong. Rosie, je moet zachtjes doen en stilstaan. Oepsie. Oma, hoe kan ik nou foto's maken met Rosie hier? Rosie, liefje, zullen jij en ik gaan bellen blazen? Bellen! Huh? Kst. Kst. Hij wilde het konijn graag fotograferen, maar hij had er niet genoeg geduld voor. Heb je het nu al opgegeven? Ja. Misschien kun je het konijn uit zijn hol lokken met iets lekkers. Iets lekkers? Ja, oma, misschien iets uit uw groentetuin. Dat is echt een goed idee. We gaan kijken of we daar iets kunnen vinden voor het konijn. Snack. Rosie, kan je helpen? Nee, Rosie, het lukt wel. Tada! Ja! Goed gedaan, Caillou. Caillou wachtte en wachtte, hopend dat het konijn naar buiten zou komen om wat sla te eten. Lach eens naar het vogeltje, Wolkjes. En jij ook, Bloempje? Ik denk niet dat het konijn ooit nog buiten komt. Zeg eens kaas. Nee, zeg eens sla. Oma, het is me gelukt. Ik heb een foto van het konijn gemaakt. Goed gedaan, Caillou. Je hebt volgehouden en nu heb je eindelijk wat je wilde. Konijntje! Caillou was erg blij met zijn foto. Hij was het wachten waard. Ik kan niet wachten om hem aan mama te laten zien. Nou, Caillou, daar zal je ook nog even op moeten wachten. Caillou probeert te fluiten. Caillou was dol op de peuterschool. Hij hield van speeltijd, lunchtijd en voorleestijd. Maar zijn favoriete momentje van de dag was... Heel goed, jongens. Allemaal opruimen. Het is tijd voor... Spreekbeurten! Ik heb een ouderwetse auto meegenomen. Ik een boek over dinosaurussen. Je had de vorige keer ook een boek over dinosaurussen. Ja, maar dat was een andere. Clementine, ben je vergeten iets mee te nemen om te laten zien? Nee. Ik ga iets laten zien, maar het is een verrassing. Caillou was erg benieuwd wat Clementine ging laten zien.
Clementine, wat wil jij de klas laten zien? Ik heb iets nieuws geleerd. Oh, wat knap van jou, Clementine. Je hebt leren fluiten. Kunnen fluiten. Hé, het is me gelukt! Het is me gelukt! Caillou schaamde zich dat hij iets niet kon dat zijn vrienden wel konden. Was je dag, lieverd? Lieverd? Ik kan niet fluiten. Fluiten is ook heel erg moeilijk, Caillou. Het duurde jaren voordat ik het kon. Probeer je lippen wat meer te tuiten. Laat me eens raden. Je doet alsof je de wind bent. Nee. Zullen we kaarsjes blazen? Je bent een eekhoorn met zijn wangen vol met noten. Nee. Caillou probeert te fluiten. Maar nu nemen we even pauze, want we gaan eten. Oké, mama. Gewoon blijven oefenen. Je leert het vanzelf wel. Clementine floot en de hond van Sarah kwam naar haar toe. Ik ga Gilbert leren om te komen als ik fluit. Eens even proberen. Gilbert moet ook nog wat oefenen. Ik ga oefenen en oefenen en oefenen. Rosie. Caillou oefende en oefende. En oefende. Oh. Maar fluiten lukte hem niet. Oeps. Het is bedtijd, Caillou. Ik ben zo trots op je dat je zo je best doet om te leren fluiten. Maar het lukt me nog steeds niet. Fluiten kan soms heel erg moeilijk zijn. Het kan lang duren voordat je het onder de knie hebt. Maar Leo kon het meteen. Iedereen leert het op zijn eigen tempo. Dat geeft niks. Uiteindelijk kan jij het ook. Welterusten. Hij wist dat papa gelijk had, maar uiteindelijk klonk nog wel heel ver weg. Oh. Goedemorgen, Caillou. Caillou, hoe is die fluiten? Echt waar? Heel goed, Rosie. Clementine belde net Caillou. Ze komt na het ontbijt met je spelen. Oh. Wat is er nou, Caillou? Ik wil niet met Clementine spelen. Waarom niet? Zij kan fluiten en ik niet. Of je kan fluiten of niet, Clementine is je vriendin. Dat is daardoor toch niet veranderd? Mm-hmm. Door wat papa zei,
zag Caillou hoe vreemd hij zich gedroeg. Oh, Clementine is er! Wat ben je aan het doen? Ik probeer met mijn oren te wiebelen. Dat kan ik. Kijk. Cool. Dat is niet zo cool als fluiten. Ik oefende en oefende en oefende, maar ik kan het nog steeds niet. Au, het duurt wel even. Ik heb een hele week moeten oefenen. Echt waar? Mm-hmm. Kan jij me leren fluiten? Tuurlijk, maar alleen als jij me leert oorwiebelen. Afgesproken. Kom op, Caillou. Zullen we beginnen? Caillou kwam erachter dat het makkelijker is om iets nieuws te leren als je het samen met een vriend of een vriendin doet. Wat is ringet? We zijn er bijna. Caillou en Leo waren heel erg blij. Ze gingen naar de ijsbaan om te ijshockeyen. Jee, een goal! Nou, misschien komt dat omdat ik geen keeper was. Hoi Sarah, hoi Clementine. Zullen we gaan ijshockeyen? Hockey? Nee, dank je. Wij spelen al ringet. Ringet? Wat is ringet? Nee, ringet. Dat is superleuk. Willen jullie ook meedoen? Caillou had nog nooit van ringet gehoord. Maar hij wist wel dat hij het niet wilde spelen. Kunnen we niet ijshockeyen? Dat is toch veel leuker? Ja! Hoe weet je dat nou? Je hebt toch nog nooit ringet gespeeld? Weet ik niet. Gewoon, zomaar. Aha. Sorry, maar wij zitten net midden in een potje. Caillou en Leo probeerden te ijshockeyen in de sneeuw. Maar dat was niet hetzelfde als spelen op de ijsbaan. Mooi schot. Dank je. Kom op jongens, wij gaan zo zoetjes aan weer eens op huis aan. Waarom wilden jullie niet spelen met Sarah en Clementine? Omdat zij ringet deden. En wij wilden ijshockeyen. Ijshockey is leuker. Ja, ringet klinkt kinderachtig. Ik vind ijshockey ook leuk. Maar jullie hadden toch wel kunnen proberen? Wist je dat mama ook ringet speelde? Heeft mama ringet gespeeld? Ja, en ze was er heel goed in. Dat heeft ze nog nooit verteld. Mama, kun je iets vertellen over ringet? Ringet? Oh, daar kan ik zeker iets over vertellen. Ik heb deze spullen echt al jaren niet gezien. Ik was vroeger de aanvoerder van ons team. Dat was echt heel erg leuk. Wauw, maar hoe moet het dan? Ik doe het wel even voor. Weet je, ik denk dat het nog veel leuker is als we het lekker buiten gaan spelen. Weet je echt zeker dat je niet met de ringetstick wil spelen, Caillou? Nee, dank je. Jij hebt geen schepje eraan. En ik wel. Ja, dat is waar. Ringetstokken hebben geen blad. Dat maakt het wel makkelijker om dit te doen. Hey! Zullen we samen een potje pakkertje spelen?
Nee, dat is niet eerlijk. Huh? Weet je, Caillou, misschien is het makkelijker als je het probeert met een ringetstok in plaats van met die hockeystick. Caillou dacht dat mama misschien wel gelijk had. Hij was wel benieuwd hoe het zou zijn om met een ringetstok te spelen. Dus je moet de ring proberen te vangen met je stok. Mhm. Oh, maar dat kan ik heus wel. Schiet jij de ring, mama? Ik stond nog niet klaar, maar nu wel. Caillou probeerde de ring te vangen, maar het was veel moeilijker dan hij had gedacht. Oepsie. Huh? Wow! Echt veel moeilijker dan Caillou had gedacht. Het is me gelukt! Joehoe! Goed zo, Caillou. Je leert het wel. Aha, en nu ben ik aan de beurt om te schieten. Oeps, sorry. Geen probleem, hoor. Wauw, hoe deed je dat, mama? Ik heb heel veel geoefend. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. Vooral niet als je op de ijsbaan speelt en je voorbij de keeper probeert te komen. Keeper? Caillou dacht ineens dat ringet wel heel erg veel leek op een andere sport die hij kende. IJshockey! Ringet lijkt erg op ijshockey, mama. Ja, dat klopt. En net als bij alle sporten moet je heel veel oefenen om er goed in te worden. Oefenen dus. De volgende dag gingen Caillou, Leo en papa al vroeg naar de ijsbaan toe. Heb jij de ijshockeywedstrijd gezien, Leo? Ja! Nou, tot het bedtijd was. Maar zag je die ene goal? Die was cool! Hoi jongens. Vandaag waren jullie eerder. Dus dan mogen jullie op de ijsbaan. Mogen we dan wel mee ijshockeyen? Nee. Sorry, dat kan niet. Huh? Maar we kunnen wel samen ringet spelen. Sorry dat ik eerst geen ringet wilde spelen met jullie. Maar ik wist niet wat het was. Maar nu wel. Het lijkt op ijshockey. Echt? Lijkt het op ijshockey? Ja! Ringet is net ijshockey. En het is ook net zo leuk. Ja! Ja! Vanaf die dag wilde Caillou best nieuwe dingen proberen. Een regenachtige dag op het strand. Caillou en Rosie waren heel erg blij. Ze gingen vandaag met mama en papa naar het strand. Perfect. Volgens mij hebben we nu wel zo'n beetje alles. Wacht, voor we gaan smeren we ons eerst eventjes in. Dat kietelt. Kijk, mama. De zon verstopt zich. Die wolken zijn vast wel overgetrokken als we op het strand zijn. Kom, we gaan. Maar het begon al gauw te regenen. Caillou was bang dat hij niet op het strand zou kunnen spelen. Gaat de zon echt weer schijnen, papa? Het is maar een zomers regenbuitje, Caillou. Het is vast weer droog als we eenmaal bij het strand zijn. Hoop ik maar. Toen ze bij het strand aankwamen, regende het nog steeds. Maar niet zo hard meer. Ik weet het niet, jongens. Het strand is vast helemaal nat. Misschien moeten we maar naar huis gaan en daar iets gezelligs doen. Nee, we willen gezellig op het strand blijven. Toch, Rosie? Rosie, blijven! Mama, papa, kijk! De zon, kijk!
is er weer. Please, mogen we hier blijven? We zijn nou toch al hier. Oké dan, we proberen het wel even. Dit lijkt me een prima plekje. Het is wel lekker rustig zo. Caillou was verbaasd hoe anders het strand eruit zag, zo zonder alle andere mensen. Maar goed dat we een parasol bij ons hebben om ons droog te houden. Ja! Caillou moest een beetje lachen omdat zijn papa er zo grappig uitzag. Maar hij was ook bezorgd dat papa nu naar huis wilde gaan. Dat klopt, Rosie. Papa maakt regen. Alsjeblieft, jongens. Dank je. Caillou vond het gezellig. En iedereen zag er vrolijk uit. Het zou vast een hele fijne dag worden op het strand. Kijk, papa. Meeuwen. Waar? Oh, oeps. Ah, oh, kijk nou toch. Er zit allemaal zand op mijn boterham. Ja. Caillou wilde zijn papa opvrolijken. Je mag wel een boterham van mij, hoor, papa. Dat is heel erg lief van je, Caillou. Inderdaad. Maar gelukkig heb ik nog meer boterhammen meegenomen. Hé, het is eindelijk gestopt met regenen. Caillou was blij dat het niet meer regende. Hij wilde lekker gaan spelen. Kom mee, Rosie. Dan gaan we met de golven spelen. Daar komt hij aan. Rennen! Schuipje mooi, hè? Ja, kom op, we laten hem zien. Zelfs onze handdoeken zijn nat. Dit is lang niet zo leuk als we verwacht hadden, of wel? Nou, oh, mijn hoed! Caillou vond het heel leuk op het strand. Maar papa en mama vonden het helemaal niet zo leuk. Misschien moesten we nu maar weer eens inpakken en naar huis gaan. Caillou wilde nog helemaal niet naar huis. Hij wilde papa en mama laten zien hoe leuk het kon zijn op het strand. Zelfs als het regende. Kijk wat wij hebben. Zo, dat is een mooie schelp, zeg. We gaan er nog meer zoeken. Nou, oké. Nog heel eventjes dan. Ik begrijp niet dat we ons zo'n zorgen hebben gemaakt. Op het strand worden we toch sowieso nat. Grote golven! Oh nee! Jongens, mijn voeten zijn weg. Waar zijn ze? Bij de picknicktafel had ik ze nog. Zouden ze nog in mijn sandalen zitten? Nee, ze zitten onder het zand. Oh, phew! Gevonden, gelukkig maar. Kijk, mama. Daar zijn papa's voeten. Oh, echt waar? Wat zullen we nu eens gaan doen? Ze wisten precies wat ze nu wilden gaan doen. En klaar. Vind je het mooi, papa? Heel mooi. Wat een fantastisch zandkasteel. Ik maak even een foto. Lachen! Oh nee toch, ik denk dat het weer gaat regenen. Laten we deze keer maar wel naar huis gaan. En? Vonden jullie het leuk op het strand? Ja! Leuk! En papa ook? Nou en of.
Je had gelijk, Caillou. Het was hartstikke leuk op het strand, zelfs met al die regen. Ja, ik zou het strand wel mee naar huis willen nemen. Zand! Oh jee, nou zo te zien doet Rosie precies wat jij wil, Caillou. Caillou leerde papa en mama die dag dat je er het beste van moet maken, ook als het regent. Caillou klimt. Rosie, al klaar! Caillou en Rosie waren gezellig samen aan het puzzelen. Totdat... Hé, er is een stukje weg! Er gaat iets leuks gebeuren. Ik sprak met de moeder van Clementine en Clementine komt vandaag bij ons spelen. Ja, Clementine! Het puzzelstukje. Ik zat erop met mijn billen. Daar zal ze zijn. Hoi, Caillou. Hoi, Clementine. Wat zullen we gaan doen? Met de treintjes of... Nou, weet je, Caillou, ik ga straks met jou en Clementine wandklimmen. Wandklimmen? Caillou kon zich niet voorstellen dat ze een berg zouden gaan beklimmen. Dat had hij vast verkeerd begrepen. In het buurtcentrum houden ze vandaag een open dag. Misschien vind je het wel leuk om hun klimuur eens uit te proberen. Caillou vond het leuk om naar het buurtcentrum te gaan. Maar hij wist niet zeker of hij ook wilde wandklimmen. Ik ben gek op wandklimmen. Ik kan dat al. Dat is leuk. Goed, trekken jullie je jas even aan, dan kunnen we gaan. Hoi, ik ben Samantha. Ik ben jullie instructrice vandaag. Hebben jullie zin om te klimmen? Ja! Oké, eerst gaan we voor jullie stevige klimschoenen en een helm uitzoeken. Kom maar met me mee. Het is superbelangrijk om de juiste schoenen en helm te dragen als je gaat klimmen. Dit is wel ongeveer jouw maat. Probeer ze eens. Hoe zit dat? Goed. Ik voel me net een echte bergbeklimmer. Nu ben jij aan de beurt, Caillou. Je hoeft niet verlegen te zijn. Probeer ze maar eens. Doe maar, Caillou. Zo, nu ben jij ook net een echte bergbeklimmer. Maar, ze zijn te klein. Weet je het zeker, Caillou? Volgens mij passen ze prima. En nu krijg jij ook een helm op. Kijk eens aan, die zit helemaal perfect. Echt? Hij voelt, een beetje groot. Hij wist dat de schoenen en de helm prima pasten. Hij was alleen een beetje zenuwachtig. Maar hij wist niet zo goed hoe hij dat moest zeggen. Alles past echt prima, Caillou. Zo, kleine klimmers. Nu wrijven we met krijt over onze handen voordat we gaan klimmen. Ik mag niet op mijn handen tekenen. Nu mag het wel hoor, Caillou. Door dat krijt worden je handen niet zo glibberig. Dat klopt. Hier mogen je handen lekker vies worden. Kom maar, dan laat ik jullie onze klimmuur zien. Yay! En wat vinden jullie ervan? Dat ziet er leuk uit, hè? Ja! Caillou was bezorgd. De klimwand was niet zo hoog als hij had gedacht. Maar hij was toch nog steeds heel erg hoog. Mogen we nu klimmen? Jij hebt er wel zin in, of niet soms? Eerst ga ik uitleggen hoe de tuigjes en touwen werken. Hier
Daarmee zit je vast aan de veiligheidstouwen. Als je helemaal boven bent, laten we je daar voorzichtig weer naar beneden zakken. Wat? Maak je geen zorgen. Ik ben er de hele tijd bij, voor als je hulp nodig hebt. Oké, klimmers. Het is de hoogste tijd om te krijten. Wie wil er als eerste? Ikke! Caillou was nog niet klaar om te gaan wandklimmen. Maar hij hoopte dat niemand het zou merken. Kom op, Caillou. We doen geen verstoppertje. We gaan wandklimmen. We klimmen naar boven, naar de bel. De bel? Weet je, Caillou, wandklimmen is eigenlijk veel makkelijker dan het eruit ziet. Caillou dacht dat die mama en Samantha toch maar moest vertellen hoe hij zich echt voelde. Maar het is hoog en moeilijk. Het is heel goed dat je dat aangeeft, Caillou. Maar vertrouw erop dat ik je nooit iets laat doen wat gevaarlijk is. En het is ook nog eens heel erg leuk. Jij houdt vast van boompje klimmen, toch, Caillou? Ja, in het park. Waar klim je nog meer op? Ladders, met papa. Nou, wandklimmen is bijna hetzelfde als een boom of een ladder. Je klimt stukje bij beetje omhoog en je houdt je vast aan de steunen. Caillou voelde zich meteen een stuk beter. Hij kon heel goed boompje klimmen. Misschien lukte die klimwand ook wel. Denk je dat je het nu wil proberen? Ik help je tot je weer veilig beneden bent. Oké. Wow! Niet vergeten, hè? Het is net als boompje klimmen. Takje voor takje. Caillou klom een stukje omhoog. En toen nog een stukje. En nog een stukje. Hij begon er zelfs goed in te worden. Ik ben als eerste bij de bel. Echt niet? Ikke! Het is gelukt! Het is me echt gelukt! Yay! Goed gedaan, Ik Caillou! Ik zei het toch! Goed gedaan, jongens. Dat was te gek. Vind je niet? Ja, want klimmen is echt heel erg leuk. Mogen we nog een keer? En zo overwon Caillou zijn angst voor wandklimmen. Caillou kookt. Wom, wom. Wom, wom, wom. Wom, wom, wom. Wom, wom, wom. Caillou en Rosie waren gezellig samen aan het spelen. Rosie deed haar grote broer altijd na. Huh? Huh? Oh. Dat is een geluid dat je niet na kan doen, hè, Rosie? Hebben jullie al een beetje honger? Is het bijna etenstijd? Bijna. En het is vrijdag vandaag. Weten jullie wat dat betekent? Het is pizzadag! Ik hou van pizzadag! Zei iemand iets over pizzadag? Hey, ik heb een idee. Zullen we zelf pizza maken vandaag? Maar we bestellen toch altijd pizza? Ik vind het wel een goed idee voor de verandering, Caillou. We hebben nog vers deeg in de koelkast. En heel veel lekkers voor op de pizza. Dan kunnen we ze precies maken zoals we zelf willen. Caillou wist het niet zo goed. Zelf pizza maken duurde vast heel erg lang. Het is toch veel sneller als de pizzaman de pizza's gewoon kon brengen? Sneller is niet altijd beter, Caillou. En trouwens, er is niks leukers dan zelf pizza's maken. Oké, mama, ik wil graag helpen. Eerst moet je even je handen wassen. En jij ook, Rosie. Nou, dat lijkt me wel genoeg, zeep. Nu jullie handen schoon en fris zijn, heb ik een verrassing voor jullie. Caillou was dol op verrassingen. Hij vroeg zich af wat het zou kunnen zijn. Elke kok heeft een schort nodig. Een bloempje en een dinosaurus. Dat is net Rexy. Nu zijn we net echte koks, Rosie. Alsjeblieft, een bol pizzadeeg voor jullie allebei. Dit lijkt helemaal niet op pizza. Dat komt omdat we er nog pizza voor moeten maken. En om dat te doen, moeten we deeg eerst kneden en uitrollen.
Het voelt plakkerig. En een beetje als klei. Er zit pizzadeeg op je neus, Rosie. Je bent een klantje. Goed zo. Nu gaan we het deeg uitrollen. Probeer maar, Caillou. Heen en weer met je deegroller. Het lukt. Hij wordt al plat. Goed zo, Caillou. Kijk, Rosie. We hebben een grote pizza en twee kleintjes. Mag ik mijn eigen pizza maken, papa? Ja, Rosie en jij krijgen allebei je eigen pizza. En je mag hem versieren. Maar eerst doen we er een beetje tomatensaus op. Oh, dat kan ik ook. Oh, nee. Nu zit er saus op mijn schort. Oh, dat geeft niks, Caillou. Daar is een schort juist voor. Om je kleren schoon te houden als je in de keuken werkt. Rosie wilde nu ook een beetje tomatensaus op haar schort. Rosie? Oké, dat is wel genoeg pizzasaus, denk ik. Nu is het tijd om de pizza te beleggen. Tomaten en kip, spinazie, uien, bah. Oh, dat is geen probleem, Caillou. Jij hoeft toch geen uien op jouw pizza te doen? Caillou begon zijn pizza te versieren. Hij wilde aan niemand laten zien wat hij aan het maken was. Gaat die lekker, Caillou? Ja, ik maak een kunstwerk. Maar het is nog een verrassing. Vind je mijn pizza mooi? Ik heb mezelf gemaakt. Oh ja, nou zie ik het. Die pizza lijkt precies op jou, Caillou. Ik denk dat het nu tijd is om de pizza's in de oven te doen. Mag ik helpen? Nee, sorry, Caillou. Dit is een taakje voor grote mensen. De oven is heel erg heet. Maar je mag wel helpen met de wekker. Oké. We zetten de kookwekker op 15 minuten. Druk maar op het kleine knopje bovenop, Caillou. Nu moeten we wachten tot de wekker gaat, want dan zijn onze pizza's klaar. Caillou wilde niet wachten tot de pizza's klaar waren. Hij wilde ze nu al opeten. Ik heb ook honger, Caillou. Maar een goede pizza is het wachten waard. Caillou had geen zin meer om te wachten tot de wekker afging. Nog 5 minuten? Het duurt wel heel erg lang voordat de pizza's klaar zijn, mama. Misschien moet je eventjes gaan spelen, dan gaat de tijd veel sneller. Ik weet wat, we doen restaurantje. Ik ben de ober en dan zijn jullie mijn gasten, oké? Oké. Oké. Ik ben nog nooit in Caillou's Pizza Paleis geweest. Oh, wat een prachtig restaurant. Ik heet Caillou en ik ben uw ober. Wat voor pizza wilt u? Ik wil graag 22 pizza's, alstublieft. Ik heb heel erg honger. Oké, wat voor beleg wilt u? Caillou vond het heel leuk om de ober te zijn. Hij deed zelfs net alsof hij de bestellingen opschreef. Even kijken, we willen er een met kip en champignons. Paprika! Oh ja, precies. Paprika. En natuurlijk ook een ananas- en hampizza. Of misschien een bloemkool-aardappelpuree-pizza. Aardappelpuree? Oké. Ja. Caillou moest zo hard lachen dat hij de echte pizza's in de oven bijna vergat. Totdat... Oh, onze pizza's! Ze zijn klaar! Zo, wat vind je ervan, Caillou? Lekker! We moeten voortaan elke vrijdag zelf pizza maken. Volgens mij is Caillou's Pizza Paleis een groot succes. Ja, echt wel. En zo leerde Caillou dat zelf eten klaarmaken heel erg leuk kan zijn. De nieuwe Caillou.
De mama en papa van Caillou gingen ergens een dagje heen. En ze bleven daar ook slapen. Rosie, ook mee! Ik denk niet dat jij het heel leuk zou vinden om mee te gaan golven, Rosie. Maar wie gaat er dan voor ons zorgen? Oh, weet je dat niet meer? Opa en oma komen logeren. Ja! Opa en oma! Opa en oma! Kijk, daar zal je ze al hebben. Hallo, lieve Caillou. Hallo, Rosie. Wat fijn dat jullie op de kinderen komen passen. Dat doen we heel graag. Het wordt vast reuze gezellig. Niet waar, jongens? Ja! Gezellig! En veel plezier met opa en oma, jongens. Toen papa en mama weggingen, kreeg Caillou een raar gevoel in zijn buik. Maar Rosie vond het nog erger. Nee, papa en mama niet weg! Niet huilen, Rosie. Rustig maar, Rosie. We gaan het zo gezellig maken samen. Jij en ik en opa en Caillou. Veel plezier daar, jongens. Dag, dag. Caillou vond het maar stil in huis zonder papa en mama. Wie heeft er zin in een lekkere tosti met kaas? Ikke! Ik heb honger. Caillou was dol op tosti's met kaas. Hij kon niet wachten om te gaan smikkelen. Totdat hij zag dat oma de tosti's een beetje anders maakte. Zo maakt mama de tosti's nooit. Ze snijdt ze altijd recht door midden. Blauw bord! En mama pakt altijd blauwe borden. Met wortels, geen selderij. Komt wel goed. Opa en ik doen het gewoon een beetje anders. Maar daar komen we wel uit. Kijk eens aan. Oh nee, die zijn niet voor Caillou en Rosie. Deze waren het toch, jongens? Nee. Oh, deze dan. Of deze? Nee. Nee. Stop. Ja. Die. Zo. Nu is iedereen tevreden. Caillou en Rosie waren tevreden. Oma's tosti's waren bijna net zo lekker als die van mama. Opa, wil je mijn veter strikken? Tuurlijk, jongen. Zo strikt mama mijn veters nooit. Dat is een dubbele knoop. Dan kunnen je veters niet meer losgaan. Zo, zie je? Nu zitten je schoenen lekker strak en blijven je veters stevig zitten. Caillou wist nog steeds niet of hij opa's manier van veters strikken wel goed vond. Maar zijn veters gingen niet meer los. Waar is mijn bootje? Ik kan hem niet vinden, Caillou. Maar kijk er wel. Nee, ik speel in bad altijd met mijn bootje. Nou, misschien gaat het deze keer gewoon een beetje anders. Met kikker is het toch ook leuk? Hé, mag ik ook? Caillou moest toegeven dat kikker eigenlijk ook best wel leuk was. Kwaak, kwaak, kwaak. Ik wil helemaal geen andere pyjama. Ik wil mijn paardjespyjama. Maar die zit in de was, Caillou. Ach ja, ik hou van andere pyjama's. Misschien pas ik hem wel. Hoe trek je een pyjama ook weer aan? Moet die zo over je hoofd? Of draag je misschien als een cape? Misschien andersom. Nee. Zo moet je je pyjama aandoen. Ah, dus zo hoort die te zitten. Eens kijken. Goudlokje en de drie heren. Beren. Oh ja, er staat beren. Op een dag zei Goudlokje, wat een prachtig huisje staat er in het bos.
Zo praat Goudlokje niet. Mama en papa doen de stemmen heel anders. Oh, dus Goudlokje moet zo klinken? Nee, Goudlokje. Klinkt ze misschien zo? Nee, Goudlokje praat zo. Hoi, ik ben Goudlokje. Oeh, en mama beer klinkt natuurlijk zo. Ik ben mama beer. Nee, mama beer praat altijd zo. En papa beer die praat zo. Ha! Caillou vond de nieuwe stemmetjes van opa en oma heel leuk. Ze waren nog gekker dan als papa het deed. Oh jee, we moeten het boekje maar snel uitlezen. Het is bijna bedtijd. Oma, kunnen we nog iets anders proberen? Oh ja, wat dan? Dat Rosie en ik laat mogen opblijven? Nou, dat is misschien een beetje te anders voor vandaag. We zijn thuis! Hallo, hebben jullie het fijn gehad? Ja, heel fijn. Wat gebeurt daar nou weer? Mama! Papa! We hebben geleerd dat het niet erg is als dingen anders gaan. Daarom gingen we ook anders zitten. Ja, dat klopt. Maar ik vind rechtop zitten nog steeds, geloof ik, het prettigst. Moeten opa en oma nu alweer weg? Opa en oma niet weg! We kunnen nog wel eventjes blijven. Ja! Ja! Mooi. Wie heeft de trek in een tosti kaas met worteltjes? Ik ook! Caillou en Rosie wisten nu dat het heel erg leuk was om de dingen net ietsjes anders te doen. Caillou gaat bowlen. Was het vandaag weer leuk op school, Caillou? Ja, en ik heb een verrassing voor jullie. Een tekening van Gilbert. Vinden jullie hem mooi? Oh, hij is prachtig, Caillou. Hij lijkt net echt, joh. En wij hebben ook een verrassing voor jou. Opa komt straks hierheen. En jullie gaan samen iets heel leuks doen. Hé, hey, daar zou je hem hebben, denk ik. Opa, waar gaan we naartoe? Wat? Geen knuffel, Caillou? Dat is beter. Ik zal het verklappen. Wij gaan vandaag samen bowlen. Bowlen? Caillou was heel erg verrast. Hij had nog nooit gebowld. Dat is toch voor grote mensen? Nee hoor, ik heb leren bowlen toen ik zo oud was als jij. En nu ga ik het jou leren. Op de bowlingbaan. De bowlingbaan? Maar kunnen we niet gewoon gaan bowlen in onze tuin? Ik denk dat je de bowlingbaan leuker vindt, Caillou. Daar heb je kegels en ballen en het is een hele leuke plek om lekker te bewegen. Zullen we het gewoon eens gaan proberen? Oké. Daar zijn we dan. Toen ze binnenkwamen, was Caillou een beetje zenuwachtig. Vooral omdat de kegels zo'n lawaai maakten. Maar toen Caillou om zich heen keek, vond hij het toch wel heel leuk. Opa, kijk! Daar is mijn vriendinnetje Sarah! Sarah! Het was helemaal fijn dat er op de bowlingbaan ook een vriendinnetje was. Gaan wij nu ook bowlen, opa? Zodra we onze schoenen hebben. Mag ik mijn eigen schoenen niet aanhouden? Ik ben bang van niet, Caillou. Dit zijn speciale schoenen. Speciaal voor de bowlingbaan gemaakt. Dit is de eerste keer dat mijn kleinzoon gaat bowlen. Nou, dat wordt echt een geweldige ervaring, jongen. Even kijken, ik zet jullie op baan 3. Baan 3. Dank je, jongeman. Zo, nu lijk je een echte bowlingkampioen. Goed, we mogen eerst eventjes oefenen. En hier pak je steeds je bal. Dat is de ballenmachine. Goed uitkijken als je een nieuwe bal pakt, hè? Je wil er niet met je vingers tussen komen. Oké, opa. Ik kijk heel goed uit.
Nou, zie je die kegels? Het doel van dit spel is zoveel mogelijk kegels omgooien. Elke kegel is punten waard. Deze computer houdt onze punten bij en wie er aan de beurt is. Nou, kijk maar eens goed naar je opa. Ik zal het je wel eens eventjes voordoen. Wauw, opa! Alle kegels zijn om! Goed, hè? Als dat gebeurt, heet dat een strike. Zo, nu mag jij het eens even proberen. Wat is die bal zwaar, opa? Misschien moet je de bal met allebei je handen wegrollen. Kijk, zoals je vriendinnetje Sarah. Ja! Mijn bal rolde van de baan af. Als de bowlingbal van de baan afrolt, komt hij in de goot. Dat kan de beste overkomen, hoor. De truc is om de bal precies in het midden te richten. Probeer nog eens. Het is gelukt! Ik heb een kegel omgegooid! Nu begon Caillou er een beetje vertrouwen in te krijgen. Goed zo, Caillou. Ik wist wel dat je het kon. Nou, er is nog één dingetje dat ik je moet leren. Echt? Wat dan? Mijn superhippe bowling high five. Nu kunnen we echt gaan beginnen. Oh, mogen Sarah en haar mama misschien met ons meedoen, opa? Natuurlijk. Ik zou niet weten waarom niet. Goed idee, jongen. Een strike! Wauw, jouw mama is goed. Net als opa. Kijk eens hoeveel strikes. Ze zitten in een team met allemaal bowlers. Ze oefenen echt super vaak. Jij bent aan de beurt, Caillou. Ja, ik heb er weer een omgegooid. Zo mag ik het zien, Caillou. Nog twee kegels. En dan nog eentje. 1 plus 2 plus 1 is 4 kegels. Dat zijn heel veel punten, of niet, opa? Nou, reken maar. Goed gedaan, Caillou. Je kan heel goed bowlen, jij. Bedankt voor het spelen, Sarah. Dag, Caillou. Dag, Sarah. Dat was leuk. Wat fijn dat je het leuk vond, Caillou. Want ik heb namelijk nog een verrassing voor je. Caillou kon haast niet wachten op de volgende verrassing. En? Was het bowlen leuk? Ja, zeker wel. Caillou heeft het voortreffelijk gedaan voor een beginner. Goed zo. Deze is voor jou. Voor mij? Ik heb niet eens gewonnen. Niet gewonnen? Iedereen wint als hij voor het eerst iets probeert, Caillou. Jij verdient een lintje. Wauw, dank u. En ik gooide de bal en toen vielen de kegels om en we droegen gekke schoenen. En kijk, die lieve meneer van de bowlingbaan gaf mij een lintje. Oh, ik ben zo trots op jou, Caillou. Nou, volgens mij hadden jullie het heel gezellig op de bowlingbaan. Echt wel? Betekent dat je nog een keer met mij gaat bowlen? Ja, gaan we weer. Morgen? Caillou had geleerd dat het altijd goed is om iets nieuws uit te proberen. Zoals bowlen.